Ja, Megan, je bent meteen ook de eerste leidster. Jij hebt deze overwinning niet gestolen, hè? Op het laatste toch nog kunnen weglippen. Vertel jouw verhaal. Ik zat op het in de laatste ronde een beetje ingesloten in het midden. En toen dacht ik, shit, ik ben te ver naar achter gezakt. En toen zag ik daar zo op het klimmetje, zag ik rechts een gaatje. En ik dacht, daar ga ik doorheen, ik moet opschuiven. En toen dacht ik meteen, ja, kan ik het maar gewoon proberen om weg te rijden. Want sprinten, ja, dat is niet mijn sterkste punt. Dus ik dacht, ja, weg te rijden is de beste optie. Je hebt niet kunnen wachten tot de sprint. Je bent geen sprinter? Nee, ja, niet de beste in ieder geval. Hoe kom je vanuit Nederland hier naar België toe? Weinig wedstrijden in Nederland momenteel? Ja, en ik vind in België de koers ook wel meestal wel leuk, omdat ze ook zwaarder zijn. Dus dat trekt mij wel. Hoe moeten we jou omschrijven als renster? Dat is een goede. Wat is jouw favoriet parcours? Als het wat zwaar is met wat klimmetjes. Dat, dus een beetje als dit. Morgen probeer je jouw leiderstrijd te verdedigen? Ja. Heb je daar de ploeg voor? Een beetje. Ik rij met V-Knaven, dat is een ploegmaatje. En, ja. Die moet werken voor jou morgen? Nou, dat niet per se, maar we kunnen elkaar wel helpen, dus dat is wel mooi. Oké, alvast succes en we zijn benieuwd naar morgen. Hè. Ja, dankjewel.